Der Unterwasserbund, der Unterwasserbund, der Unterwasserbund. Oh, Zweiter? Jojo. Knip het beter niet af. Mijn hoofd bedoel ik. Gaat u maar zitten. Die pakjes gaan in de weg zitten, hè? Dat is niet erg, doe maar uw best. Goed. En hoe zal ik het knippen? Alles eraf? Ja, alles. Dus nog ook? Nee, dus nog niet. Ah, goed. Bon. Bon. Ik ben bang dat ik dat in 2 of 3 keer zal moeten doen, hè? Hoeveel gaat dat kosten? Dat is niet te betalen, maar voor u 2 frank. In orde. Ik hoop dat ze mij nog herkent. Ja, je zult dit jaar niet veel verdienen op de rug van de boeren, hè? Maar hoe zeg je dat? Als ik het niet zou kopen, dan je niks. Je krijgt nooit een prijs, hè? Je krijgt nooit een prijs. Je zou er nooit een prijs voor krijgen die je geeft. Ja, we weten dat u als toelicht zoals al op. Inderdaad, en dat gebeurt dikwijls als ik erop moet toeleggen. Dan kunt u content zijn, meneer Astruc. Dit jaar zult u niet veel moeten op toeleggen, want er is geen graan. Ik ga naar de winkel die we daar straks hebben gezien. Au gaspilleur, ik heb een broek nodig en een vest. Ja, waarschijnlijkskoop moet ik ook niet zelf. Ik zal wel zien. In welk café ben ik wacht? Op de hoek van de grote markt. Dat met de gouden letters. Wat gaat u doen? Geen man te zien. Want de schone man heb ik toch. Lentenis heb ik wel eens goesting, ja. Maar wie wil er hier nu komen wonen? Je moet ze dwingen. Ah, je denkt dat dat zo marcheert. Heb je schrik?
Nee, ik heb geen schrik, maar zo doet je dat niet. Dat moet van dieper komen, niet op 1, 2, 3. Als ik er een breng, zou je die dan nemen? Weet je waar ze is? Nee. Maar je kent ze? Nee. Ja, waar gaat je ze dan vinden? Hoe vind jij je konijnen? Dat is gemakkelijk. Ja, voor u. Maar als ik ze breng, die vrouw, gaat je die dan nemen? Ja, dan neem ik ze. Breng ze u. Wanneer? Als de bloemen groter zijn. Jij moet alleen wachten. Breng ze dan rap. Ik moet eerst pissen en daarna naar Bourette. Die geven een zak patatten voor 2 konijnen. Schrik dat ze gaan opslagen. Als jij wilt smoren, doet je 3 stappen en je bent in de winkel. Ik vertrek morgen voor de grote voorjaarstournee. En ik kom in 4 dagen geen winkeltje tegen. Geef er mij zin. Ik ben de wijn vergeten. Jij hebt toch een gemakkelijk leven hier als Gerard de Champêtre, hè? Van wat jij doet, zult je zeker ook geen blijne krijgen. Misschien niet op mijn handen, maar wel op mijn schouder. Slijpt jij messen op je schouder? Nee, maar mijn hond is dood. En dan? Hij hielp mij bij het trekken van mijn barak. Nu ben ik alleen, zeker bergop is dat verschrikkelijk. Wel, als je mij gisteravond had bezig gezien, dan zou je het weten wat het is om Gerard Champêtre te zijn en de wet te vertegenwoordigen. En wat heb jij gedaan gisteravond? In Café Oriental was er een groot toneeloptreden. En ik moest daar de ordehandhaving doen. Ze hadden een affiche opgehangen in de vitrine, omhoog hangen in de vitrine van het café. De beroemde Tony en zijn show. Met mejuffrouw Irène, bekend van de belangrijkste theaters in Parijs. Luister, we hebben genoeg gestapt voor vandaag. We zullen een blikje sardinekes open doen. Het is feest. Gedaan met sparen. Hè? En daarna drinken we een glas. Geef mij de drinkbusjes, die met de wijn. En geef mij de sardinekes. Oh, het zijn goeie. Wilt je dat we nog een blikje sardinekes open doen, Arsul? Er zijn er maar 2 en het is toch maar onze eerste dag. Dat is waar. Heb je dat gehoord? Ja, ga kijken wat het is. Hier. Oh, wat kan ik nu doen met een mes tegen een spook? Als ik het in 2 snijd, hebben we 2 spoken. Ja. Kom, vooruit. We eten onderweg wel verder. Er is iets tegen ons. Nee, we gaan niet langs daar. We gaan hier naar rechts. We zullen wel zien waar we terechtkomen. Een bil of een stuk borst? Niks. Ik heb niet veel honger vandaag. Maar zo'n schoon konijntje, zeg ze dan niks. Ik heb liever aardappelen en worteltjes. Vroeger dacht ik dat wildrijke mensen eten was, maar konijn, dat is geen eten. Heb je liever fazantje? Misschien, maar het blijft toch maar een dood beest. Maar je eet weinig, hè? Hier, meisje, de lever, het beste stukje. Ik weet wat we moeten doen. Wij moeten tarwe zaaien. Ik ga naar beneden naar Amoureux. Meneer Astruc, wilt u tarwe? Heb jij ergens tarwe gezien? Ja, 6 zakken. Krijg ik een sigaret? Waar? Pak er 2. Moet je iets drinken? Nee, ik heb al te veel gedronken. Maar als je ze koopt, dan krijg ik iets van u. Want ik had even goed naar meneer Jacques kunnen gaan. Heb je vuur? Waar? Niet op de graanmarkt, maar achter de paardenmolen. Waar gewoonlijk de muilezels staan. Daar zit iemand met zakken. Hij zegt niks tegen iemand. Hij zit daar, hij kijkt en hij wacht. Ik zeg tegen hem, wat is dat? Tarwe, zegt hij. En het strafste is,
dat zo is. Meneer Astruc, ik ken u al lang. Wel, zo'n tarwe heb jij nog nooit gezien. Agathons, ik kom terug. Schenk mijn glas al in. Gaat je iets kopen voor mij? Nee. Daaraan zit je hoe lomp ik ben. Daar had ik zelfs niet eens aan gedacht. Maar jij kunt kopen wat je wilt. Hè. Je hebt het geld. Ik ga naar de winkel die we daar straks hebben gezien. Au Gaspilleur. Je hebt een broek nodig en een vest. Ja, als jij niks koopt, moet ik ook niks hebben. Ik zal wel zien. In welk café spreken we af? Op de hoek van de Grote Markt. Dat met die gouden letters. Wat gaat je doen? Ik ga iemand een plezier doen. Wat een schone man heb ik toch. Arsul? Hoe gaat het? Slecht! En dat duurt! Wat? Heb je zeer? In mijn hoofd. Het zit vol. Het kolkt daar binnen in het pikje donker als in de oude waskom. Ze laten mij altijd alleen. Ik kan niet spreken en dat stapelt zich op in mij. Dat weegt op mijn botten. Er druppelt een beetje uit langs mijn ogen. Maar de grote stukken, die kunnen er niet door. Die blijven in mijn ogen steken. Robert, ik ben gekomen om iets te laten zien. Iets heel belangrijk, iets dat u plezier zal doen. In de boven, de tarwe waarover ik het had. Ik heb ze gezet. Voilà. Laat mij het eens aanraken. Bedankt daar in mijn plaats. Geef daar een kus van mij. Wie? Zij? Die van het graan? Dag tegen de camera. Hallo.